Tim, aanvoerder tegen wil en dank? Het is natuurlijk mooi om aanvoerder te zijn, alleen niet op deze manier. Het is natuurlijk heel zuur voor het team en natuurlijk ook voor Robin zelf dat hij een zware blessure heeft. Er moet een nieuwe aanvoerder komen en daar hebben we over gestemd. En ik mag dat zijn van de jongens, dus dat is een mooi compliment. Natuurlijk allemaal nieuwe trainer, veel nieuwe jongens, dat het allemaal tijd kost om alles in te passen. Maar als je, zoals we er nu voor staan, gaat het over het algemeen wel goed. We hebben natuurlijk twee behoorlijke nederlagen gehad. En dan kun je zien dat er nog wel veel winst te halen valt. Dat we nog niet echt een stabiel niveau hebben gehaald. Maar er zijn ook een aantal wedstrijden bij. Ik denk aan ADO Den Haag, ik denk aan Heerenveen, ik denk aan AZ. En vooral de uitwedstrijd tegen Ajax, dat het wel goed gaat. Ja, dat is ook zo. En daar mag je ook trots op zijn. Heb je hoog niveau gehaald en daar heb je ook verdiend punten gepakt. En dat is natuurlijk super, super gaaf. En dat het al op zo'n korte termijn gebeurt. En daar mag je zeker van genieten helemaal in een competitieloos weekend. De trainer analyseert heel veel, ook met statistieken en zo. En dan kun je gewoon zien, als wij niet de normale energie die we dus in wedstrijden tegen Ajax, AZ er wel in stoppen. En niet tegen bijvoorbeeld een Willem II of een Vitesse. Ja, dat je dan gewoon een hele matige ploeg bent en dat je gewoon fors onderuit gaat. Delmo heeft al 4 gele kaarten in 8 wedstrijden. Nog eentje en je bent hem weer voorlopig even kwijt. We wisten natuurlijk uit de statistieken van vorig seizoen dat hij behoorlijk wat gele kaarten pakt. Alleen moet hij daar wel slimmer mee omgaan. En daar is de club ook mee bezig. En dan moet hij bij zichzelf te raden gaan. En ook beelden terugkijken. Wat is nou wel handig en niet handig om te doen? Zoals we net al zeiden, we hebben iedereen nodig. En het is natuurlijk niet handig dat je iemand al zo vroeg in de competitie kwijt bent aan een schorsing. Ben jij het met de trainer eens als hij zegt van ik heb 18 gelijkwaardige spelers? Zeker. Ik denk dat we, wat ik net zei, in de breedte zijn we behoorlijk sterk. Daarachter zitten ook nog jonge jongens waar heel veel potentie in zit. Laten we die ook niet vergeten. Het wordt voor de trainer wel wat moeilijker kiezen. Helemaal als iedereen fit is natuurlijk. Kijk, als je zoveel punten haalt en zo'n mooie plek op de ranglijst hebt, dan komt er wel wat druk bij kijken. Dan worden de verwachtingen anders. En daar moet je natuurlijk mee leren omgaan. Aan de andere kant, de wedstrijden bijvoorbeeld tegen Emmen, de Graafschap speel je thuis. Nu ook tegen Groningen. En thuis moet je gewoon sowieso een goed resultaat halen. En daar kunnen we ook stunten. Kijk maar bijvoorbeeld hier tegen AZ. Dus daar gaan we natuurlijk ook weer voor. Zodat we in ieder geval die plek op de ranglijst kunnen bouwen. Het spelniveau moet wel omhoog. Als je dan de afgelopen wedstrijd ziet, dan is het toch nog iets te instabiel.